Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag en vandaag ga ik iets randoms doen. Ik ga namelijk meelopen een dagje met Jennifer. En zij gaat me vertellen over haar studie, biotechnologie en haar thesisproject. Namelijk, het gaat over algen. Ik weet er nog niet heel veel van, maar ik ben heel benieuwd. Ik ben wel laat. Vandaag ben ik op het Radix met Jennifer. Hoi. En we zijn hier om haar project te bekijken. Maar ik dacht misschien is het wel leuk als ze zich eerst even voorstelt. Nou, hoi. Ik ben Jennifer. Ik ben 21 jaar en ik studeer biotechnologie in Wageningen. En dat is superleuk. Nou, en waarom vind je het zo leuk om biotech te studeren? Omdat de opleiding heel breed is. Dus we zijn eigenlijk bezig van genetisch manipuleren tot procestechniek. Dus een heel proces uitwerken. Mm-hmm. En we zijn bezig met alle nieuwste technieken. Dus vandaar dat het wel extra interessant is. Oké, leuk. En waarom zijn we hier? Nou, ik ben bezig met mijn afstudeerproject voor mijn bachelor. En dat gaat over algen en daar wil ik jullie alles over vertellen. Oké, nou, let's see. Nou, we zijn nu in het lab bij Jennifer en ik dacht, om het even makkelijk te maken, laten we beginnen bij het begin. Want waarom zijn algen eigenlijk zo belangrijk? Nou, een alg is eigenlijk een eencellig plantje, dus het kan dezelfde stoffen maken als een plant, zoals bijvoorbeeld olie. En er zitten ook allemaal andere belangrijke producten in de alg, zoals beta-caroteen en astaxanthine. Maar je kunt de alg ook in zijn geheel opeten en dan kun je er een poedertje van maken. Ruikt heel lekker. Mm. En dat wordt ook gebruikt voor visvoer. Daar ruikt het ook naar. Maar oké, nu jullie hebben gezien waarom het belangrijk is, laten we gaan kijken hoe ze worden gekweekt. Oké, ik ben nu hier in het laboratorium met bril. En we zijn nu beland bij stap 1 van het groeien van algen. Dus stap 1 is het groeien van algen. En dat kun je doen in zo'n reactor. En dat kun je doen in water. Nou, en naast dat je in water kunt groeien, kun je dus ook in schuim groeien. En dat kun je heel leuk zien in deze reactor. Dit is stap 2. Ja, meet the beet beater. Deze maakt de alg kapot door heel snel rondjes te draaien, zodat alle cellen kapot gaan. Nu zijn we aangekomen bij stap 3. Ja, als de alg kapot is, dan krijg je een groen breitje. Hier zitten alle stoffen in. En als je uiteindelijk die stoffen wilt gebruiken, dan moet je ze dus scheiden van elkaar. En dat is mijn onderzoek. En dat doen we zo. Nu kun je zien dat aan de bovenkant zitten de groene kleurstofjes. En aan de onderkant zitten de eiwitten. En die kunnen we er dan uithalen en een product van maken. En wat voor een product kan je daar dan mee maken? Ja, zoals groene Smarties of eiwitshakes. Oké, nou, wat we net allemaal hebben gezien was vrij klein en vrij is het moeilijk voor te stellen hoe het nou het echte leven aan toe gaat. Maar algen worden ook op een hele grote schaal gegroeid, namelijk hier. Ja, en nu zien ze er nogal wit uit, want het is natuurlijk nu winter. Maar in de zomer zijn ze allemaal groen. Daar hebben we een mooie foto van. Wow! Ja, en de Unie ziet heel veel toekomst in deze technieken, dus we hebben nog veel werk te doen. Nou, Jennifer, ontzettend bedankt dat we vandaag mee mochten kijken naar je project. En vond je biotech, vind je nou, denk je van, leuke studie wil ik ook doen, schrijf dan in voor een meeloopdag of ga naar een open dag toe. Oké, nou dat was het alweer. Ik zie jullie snel. Doeg!